Hey, welkom bij de bierclub van oktober 2023 alweer. Oktober. Ja, een feestmaand. Feestmaand, ja. Ja. Ik zeg altijd Roktober. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook de maand van de herfstbokken. Precies, dus het is ook meteen Boktober. Boktober, Oktoberfest. Dus het is echt wel een maand waarin heel veel bier gedronken mag worden. En, mijn verjaardag, dat mag ook sowieso bier. Dat is ook een heel belangrijke reden om feest te vieren. Ja, ik stel voor dat wij gewoon lekker aan het bier gaan beginnen, want we hebben precies. Veel te doen vandaag. We hebben veel te doen, ja. We hebben er eentje extra. Vier om te proeven deze keer. En ja, we beginnen maar met All the Way From America, Richmond, Virginia. Richmond, Virginia komt De Veel, een hele gave brouwerij die heel dikke IPA's maakt. En zo ook deze. Mm-hmm. Helemaal naar Nederland gekomen. Ja, ik zou zeggen, pak lekker een glaasje. Grote blikken, ja, heel kenmerkend voor gewoon een opener pakken. Gaat niet. Is niet nodig. Grote blikken zijn heel kenmerkend voor de Verenigde Staten. Alle bigger is better. Dus, vaak ook aan de smaak wel te merken. Bigger is better. Dat houden we vaak niet in ieder geval. Ja. Dit is de Crossed Crossed. Dat is de double dry hop variant van de Crossed. Enigszins logische benaming dus. En die is gehopt met twee soorten hop. Ja, eerst is de Galaxy gebruikt en dan de dry-up is nog Nelson en weer Galaxy gebruikt. Dus daar moeten flinke mooie smaken uitkomen. Ja, cheers! Cool. Ja, toch wel echt dat Amerikaanse New England. Ja, een New England toetsje erin, maar wel een goede bitterheid erin. Ja, precies. Die valt niet weg. Nee, hij is ook niet zo hoog in de alcohol volgens mij. Ik meen dat deze ergens rond de 6% alcohol zit. Maar wel een hele mooie. Ja, en ook echt, gewoon echt vol van smaak. Mm-hmm. Haver, tarwe, komt duidelijk door in die basis. Ja. Dat die echt gewoon heel volmondig is. Ja, precies. Echt. Heel dik, ja. Mm-hmm. En gewoon heel veel fruit. Maar wel lekker. Ik ga niet net zoals de vorige keer weer een bier achterover slaan, want dat heeft me die dag toch. Ja, heeft me wel een beetje opgebroken. Daarom doen we nou maar één extra bier. Doe één extra bier. Maar goed. Ja. Ja, mooi begin. Ja, toch omdat we het druk hebben en weer lekker door moeten. Ik vind hem echt heerlijk. Ja. Ik hoop jullie ook. Maar ik stel voor dat we wel weer doorgaan naar nummer 2. Een hele andere kleur meteen. Een hele andere kleur. We gaan naar het andere spectrum van, van de kleuren. Naar de Zwarte Magie van brouwerij Wenters uit Winterswijk. En ja, daar hoort ook een beetje Quadrant brouwerij bij. Maar ook Engelbertus uit Brabant. En die hebben met z'n drieën de Zwarte Magie gebrouwen, een Black IPA. Ja, en daar meteen ook zilver mee gewonnen bij de Dutch Beer Challenge. Ja. Dus ze hebben al prijzen gewonnen. En je ziet het, hè, echt lekker flink zwart. Ja, ze noemen het ook wel een Cascadian Dark Ale. Weet je wat dat is? Cascadian? Nee. Ja, je weet wat een Dark Ale is, ja, natuurlijk. Ja, ik weet wat een Dark Ale is, maar waar het vandaan komt, de Cascadian Mountains, dat zijn zeg maar de bergrug die ongeveer vanaf Sacramento in Californië helemaal doorloopt langs de westkust van Amerika en Canada tot terug in Alaska, net onder Anchorage. Dus dat is echt wel een hele flinke bergrug die flink wat kilometers betreft. En ja, daar hangt ook bijvoorbeeld de Yukon en zo hangt daar een beetje aan vast. Dat stuk. Het Wilde Westen. Ja. Ja. Maar terug naar Nederland. de Zwarte Magie. Goeie bitter. Goeie koffie. Maar ook nog steeds wel echt dat frisse. Ja. Moet hopen. Ja, het komt heel mooi door. Het heeft een lichte, frisse afdronk. En tegelijkertijd proef je wel echt gewoon die koffie en de hopbitterheid er doorheen. En ja, toch wat fruitigs. Ja, er is natuurlijk niks wat echt overheerst en wat de rest wegduwt. Ja, ik vind Black IPA, Cascadian Dark Ale, altijd een hele toffe stijl. Dus als ik de kans krijg, dan doe ik die in het abonnement. Want ik lust die zelf ook heel graag.
Ja, smaken gaan ook echt altijd alle kanten op. Ja, dat mooi zo. Ik ben fan van IPA's en ik ben fan van stouts. En dan krijg je met zoiets gewoon best of both worlds. Ja. En goed gelukt, ja. Ja, lekker. Heel tof. Maar ja, ook hier weer tijdsdruk. Door naar de volgende. Even meer. Weer naar een ander land. Weer een ander land. Ja, het is echt een internationaal gebeuren deze keer. Axiom. Uit Tsjechië. Ze komen uit een dorpje wat ik niet uit kan spreken. Ik ga het niet proberen. Ik ga het niet proberen, maar ze hebben in Brno hebben ze ook een hele toffe taproom. Ik ben afgelopen zomer lekker in Tsjechië geweest, dus ik kan het weten. Een triple. Dit is, ja, zover ik eigenlijk weet, het enige bier van hen wat ze nog op fles hebben. Ja, volgens mij wel. Ja. We hebben een hele ja, pallets vol eigenlijk van hun deze kant laten komen. Dus het is een brouwerij waar ik wel trots op ben dat we die nou zelf hebben. En dan een klassieke Belgische stijl, maar wel in de craftstijl die Axiom graag. Ja. Ja, ik heb alleen nog maar echt craftbieren van ze op. Dus ik ben wel benieuwd hoe het klassiekere stijl daar. Ik ruik nu al, zo ver van me vandaan, een beetje een zoetige, maar ook kruidige, ja, kruidig aroma. Ja. Dus ik ben wel benieuwd. Ik heb hem nog niet gehad, deze. Proosten. Ik wil een keer proosten. Ja. Klassieke smaak. Een beetje banaantjes erin. Banaantjes, maar ook heel duidelijk de gerst. Ja. Tsjechië is natuurlijk echt een pilsland, dus de gerst staat van gigantisch hoge kwaliteit. En ze weten eigenlijk heel goed hoe ze met ondergistende giststammen moeten werken. Ja. Maar een triple is natuurlijk met een bovengistende giststam. En dat. En er zit ook wel een beetje een pilssmaakje aan. Maar veel voller, ronder, krachtiger. Beetje dat crispy. Ja. Ja, als je van klassieke triples houdt met een kleine twist eraan, moet je dit hebben. Ja. Leuk, ja. Ja, als je proeft zoals je moet proeven, hè, dus je neemt een slok in je mond, je spoelt even je mond daarmee, slikt hem door, volgende slok in je mond, over je tong laten, je laat hem eigenlijk op je tong liggen, warmt hij een klein beetje op. En dan adem je over het bier heen in. En dan proef je dus allemaal extra smaken achter in je keel. Als je dat doet, proef je nog meer die kruidigheid, die volle toetsen, een beetje de alcohol. Want het is een bier van 8% alcohol. Ja. Dus ja, dan proef je hem helemaal goed. Geweldig. Ik vind hem ook mooi. Ik ben weer blij met mijn keuzes. Ja. Yay. Hoe dat er ook twee bieren van Axiom in zitten dan? Ja, inderdaad. Want het is ook echt een craft bier wel. De Foam Climb zit er ook nog in. Maar daar praten we daar nog wel over. Ja, kom nog. Nummer 4. Ja, gaan we meteen door. Hè? Terug naar Nederland. Ja, toetje. Het toetje van vandaag. Als je van gebak houdt, dan is dit wel lekker. Uit Breda, frontaal. De Heel Holland Bokt. Dit is de derde keer, geloof ik. Misschien ja, ik geloof de vierde. Het ook. Dat ze de Heel Holland Bokt gemaakt hebben. Wel weer met een ander recept. Precies. Nou is het een chocolate cookie cheesecake bok. Ja, juist. Dus, een pastry bok eigenlijk. Een gebokje. Die had ik nog niet gehoord. Dat vind ik leuk. Chocolate cookie cheesecake bok, 7,5%. Dus iets lichter dan die triple. Maar we doen hem wel daarna. Hij is echt super donker. Mooie lichtbruine schuimkraag. Een beetje rode gloed inderdaad. Ja, wel leuk. En cheesecake. Zo. Ja. Duidelijk. Nou, we drinken deze op kamertemperatuur. Ik denk dat dat hem wel goed doet. Ja. Dat daardoor de smaak een mooie. Ja, we hadden ook een gekoelde staan inderdaad, maar nu komt de smaak wat meer naar voren. We hebben ervoor gekozen om inderdaad die kamertemperatuur te pakken en niet de gekoelde. Zodat onze smaakpapillen het volledige spectrum van alle smaken zouden opvangen.
heeft wel die lichte toets van een bok. En tegelijkertijd dat volle mondgevoel van een pastry. Ja. Pastry stout wil ik dan ook niet zeggen, maar je proeft heel duidelijk het gebak erin. Ja, dat is echt wel. Die cheesecake komt goed flink door. Chocolade. Ja, tof. Ja, leuk. Ja, dat vind ik wel heel tof. Ja, en om maar meteen eventjes verder te gaan, want er staan hier een aantal bieren bij die van bepaalde brouwerijen komen die we dit jaar ook in onze adventskalender gaan voeren. Ja. Ik ga nog niet precies zeggen van welke brouwerijen en zo, maar ja. Kun je wel al vinden op het internet trouwens. Oh ja, klopt. Ja, dat is waar. We gaan niet zeggen welke bieren erin zitten. Maar. Nee, dat zeker niet. Maar, en we hebben de doos inmiddels. Ja, je hebt hem misschien al wel achter ons zien staan, maar... Haha! Ja, hier stond hij al natuurlijk. Wil je de binnenkant zien? Nee, dat laat ik nog een verrassing. Ja? Ja. Ik kan het niet laten. Een sneak peek. Ja, dachten jullie echt dat we de binnenkant helemaal zouden gaan laten zien? Nee. Maar plek voor 24 bieren. Er komt nog een mooie inlay bovenop met allerlei nummertjes. En dan kun je dus mooi zien welk bier je moet hebben op welke dag. Ja. Ja, super gaaf. Bestel hem snel, zou ik zeggen. Wij zijn er heel trots op. Ja, we zijn er heel blij mee. Ja. Maar ja, nu. Hebben we verder nog iets te bespreken? Ja, de rest van de bieren. Ja, dat ja. Oh, we doen dit iedere maand een keer en we vergeten nog van alles. Low 5, laatste bier, want ze gaan ermee stoppen. En toch vond ik het de moeite waard om er nog wat in te doen. De Captain Ginger, laag in de alcohol, hoog in de smaken. Een IPA met verschillende hopsoorten die ik je heel even schuldig moet blijven, want ik heb ze niet paraat. Maar ook gember toegevoegd, dus krijg je lekker scherpe smaak van. Dus hoewel die laag in de alcohol is, toch heel vol in de smaak. De Nateraaf, een zwart bier uit Venlo, Duitsland. Nederland. Ja, je werd het ooit nooit niet. Maar mooi zwart. En zij willen toch ook een beetje, omdat ze in Venlo zitten, wat natuurlijk heel Duits georiënteerd is, ook die Duitse smaken, die Duitse stijlen allemaal uitdragen. Ja. Dan hebben we de Cerveceria de Zara. Klinkt heel Spaans. Klinkt heel Spaans. Komt gewoon in Nederland hoor, ben me niet bang. Een Weizen met Naranja. En wat is Naranja? Vrucht, toch? Ja, sinaasappel. Ja. Dat is heel makkelijk. Ja. Dus die sinaasappeltoets die komt daar mooi in door. De Rosso van Brouwerij Lost. Hele toffe brouwerij. En die willen eigenlijk een soort basis blond neerzetten. Terwijl ze verder allemaal hele gave... Ja, IPA's, sours. Ja, stonden ook op Borrefts. Deden ze het supergoed. Echt voor een vrij nieuwe brouwerij zoals zij zijn. Echt subliem. Echt toffe dingen. Ja, dan komen we bij... De tweede van Axiom. De Foam Climb. Ja. Een mooie American IPA. Een van de meest gedronken IPA's van Tsjechië. Vanuit Tsjechië, moet ik zeggen. En dat scoort hij ook gewoon aardig goed. Dus, voor echt het oerbierland Tsjechië is dat echt een groot compliment natuurlijk. Precies. Ja, dan hebben we natuurlijk de Zwarte Magie. Die hebben we besproken. En ook de Axiom, de Triple. De Tripception. En de Heel Holland Bocht. Hebben we ook besproken. En dan zijn we bij Dutch Bargain, de So You Think You Can Brew. Ja, mooi verhaal. Thibaut, de hoofdbrouwer bij Dutch Bargain. En Siske, de zoon van de eigenaar, die loopt normaal rond op kantoor en in het magazijn. En die zei dat hij wel ook kon brouwen. En toen zei Thibaut, So You Think You Can Brew. En toen zei Siske, ja, dat denk ik wel. Ja, gelukt. En zo geschieden. En dat bleek hij ook nog best wel goed te kunnen. Dus die heeft een mooie IPA gebrouwen met New Zealand hops. New Zealand, all the way naar Oud-Zeeland. Dat is een hele gave geworden. Dat kan ik je wel vertellen. En dan de Hopfenreiter van Meisel & Friends. Ja, Hopfenreiter. De Friends van Meisel, dat zijn Mücke, Sori. Brickhouse uit Frankrijk, Lervig en Unverhopft. Ja. En Meisel die zegt eigenlijk van, ja, jullie mogen allemaal inbrengen. Wat moet je zelf weten? En in dit geval ging het om de hopsoorten.
Dus alle brouwerijen hebben verschillende hopsoorten ingebracht, met verschillende redenen ook. En daarmee heeft Maisel dan een hele gave double IPA gebrouwen. Ja, echt weer. Ja, lijkt me ook heel tof. Ja. Ik heb hem nog niet gehad, maar ik ben wel heel benieuwd. Dat was de box van deze maand weer. Ja. Zeker. Dus, allerlei kleuren zoals je ziet. Zoals het ook de herfst precies laat zien. Ik stel voor dat jullie eens lekker gaan drinken. Gaan wij dat ook doen? Ja. En dan tot volgende maand. Ja, tot volgende. Cheers.